is een gezond lam. Reageert normaal, niks meer aan de hand. Dit is een lam, dat is al 2 dagen oud. Zie je ogenschijnlijk niks aan. Maar is veel te sloom, veel te traag. Heeft de eerste dag gewoon gelegen. Weet ook niet goed hoe hij bij zijn moeder moet komen. Dus dit lam is mogelijk besmet geweest, terwijl je er aan de buitenkant niks aan ziet. En elk lammenseizoen start ook altijd met aanloopproblemen. Dus ook bij elk bedrijf is dat zo. 1 of 2 of 3 zijn er gewoon niet goed. Maar nu was het echt niet goed. En lammetjes helemaal zo mismaakt, dat geloof je gewoon niet. Waar het virus vandaan komt is nog onduidelijk. Het vermoeden bestaat dat het via een vliegje van koe op schaap is overgedragen. Het enige dat we weten is dat er bij het melkvee, bij de melkkoeien, een probleem is geweest van de zomer met koeien die diarree hadden, wat verhoging. Nu hebben we deze afwijkende lammeren en uit die lammeren is hetzelfde virus gekweekt. We weten niet hoe dat virus mogelijk bij die schapen terechtgekomen is. Er zijn nog heel veel vragen zijn er open. Dat betekent dus eigenlijk dat er een vliegende dierziekte bij is gekomen? Nou ja, ik weet niet of we die conclusie al kunnen trekken, maar het gaat natuurlijk, de ontwikkelingen gaan nu heel hard. Ik denk dat we met een paar weken vooruit dat we heel veel meer weten over waar dit vandaan komt. Voor de boeren een periode van afwachten. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de financiële gevolgen zijn. Over het financiële, daar kun ik niks van zeggen. Daar kan ik helemaal niks van zeggen. Het is wel, normaal gesproken heb je gewoon heel veel lammetjes lopen. Dan, zoals nu met deze koppel die nu gelammerd heeft, dan hadden er wat meer dan 100 lammeren moeten lopen. Kijk, en daar lopen er nu maar 20, 25, weet je wel. En, dus het voelt gewoon niet goed. En al die geboortes moeten doen ook, dus het is heel moeilijk. Ben je niet bang als een dier gaat lammen, dat je denkt, oh jee, wat komt er nu? Nou ja, het is wel een verrassing, ja. Vanmorgen hadden we weer een normale geboorte. Nou, dus het voelt heerlijk. Ook 2 tellen, klaar. Super, echt. Maar het begint er wel een beetje van te stralen. Nou, dat is gewoon zo. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Bij dat je dus die geboortes hebt, waarbij je voorpoten, achterpoten, gedraaid allemaal tegelijk krijgt. Dat is zo vies. Staatssecretaris Bleker liet zich vanochtend door Van Assen op de boerderij informeren. Bleker is voorzichtig met conclusies over deze ziekte. Ja, het is niet overdraagbaar van het ene dier op het andere, is de voorlopige conclusie. Mogelijkerwijs via een vlieg zijn ze besmet. En we zitten nu nog helemaal in de fase van onderzoek. Alles wat je nu zegt in de zin van conclusies is eigenlijk te vroeg. Massale ruimingen zoals met de Q-koortsuitbraak staan ons niet te wachten. Ook lijkt het gevaar voor de volksgezondheid minimaal. Maar ook dat zal de komende dagen en weken verder onderzocht moeten worden. Het lijkt er heel erg op dat het een besmetting is die van dier op dier gaat en die als het ware dier-eigen is. Maar ook daar is nog geen definitieve zekerheid over. We hebben 2 plichten als overheid, namelijk duidelijkheid geven. Dat geldt zowel voor de gevolgen voor de diergezondheid als de volksgezondheid. En dat, de komende dagen wordt daar bikkelhard aan gewerkt. Dierenarts Aalders roept boeren op om vooral alert te zijn de komende weken. Het enige wat ik kan zeggen is, iedereen die in de komende tijd geiten heeft, schapen, koeien, die denkt van hey, het is anders dan ik gewend ben, ook bij de verlossingen, om alert te zijn dat er mogelijk toch een afwijkende vrucht in zit, waardoor het niet wil. Dus wel tijdig hulp inschakelen als je het niet alleen redt. Dat zou mijn advies zijn voor de komende tijd.